maar wat zal daar de resultaat van zijn van de commissie over volgende maand? Wat voor conclusie gaan jullie trekken? De conclusie is dat lidstaten geweten hebben van CIA-activiteiten. En dat ze dat daar actief... Nederland dus ook? Ja, en dat ze daar actief of passief aan hebben meegedaan. En daar hebben jullie bewijzen voor? We hebben in ieder geval bewijzen van niet op Schiphol, maar wel op heel veel andere vliegvelden van vluchten die door de CIA gehuurd zijn, die dan daar geland zijn en weer weg zijn gegaan en daarna bijvoorbeeld naar Guantanamo Bay zijn gegaan. Je weet alleen niet vliegtuigen die bijvoorbeeld van Syrië naar Duitsland en daarna naar Guantanamo Bay zijn gegaan. Dat is doorgaans geen goede route. Nee. Of andersom, hè, mensen die dus daarna naar Syrië zijn uitgeleverd om daar verder te worden behandeld, zullen maar zeggen. Je weet niet wat erin zit. Dat is namelijk het punt. Je kan niet bewijzen dat daar mensen in zaten. Nee, het is een beetje circumstantial, maar... Nee, maar het is wel erg veel circumstantial. Ja, nee, dat dus wel, daarom dat denk ik ook van... Is het nu ook wel... De lidstaten zijn ook verplicht formeel... om zaken te onderzoeken op het moment dat er sprake is van... een waarschijnlijke schending van mensenrechten. Ja. En die plicht nemen zij nu niet op zich. En dat is wel droef. Wat ik wel grappig vind, is dat Amerika veel eerlijker is dan Europa in zulke soort dingen. Want Bush heeft eerlijk toegegeven dat hij in ieder geval cellen heeft met gevangenen. Ja. Ook in het buitenland, los van Guantanamo Bay, waar mensen gevangen zitten. Zonder rechtszaak. Terwijl de regeringen dat altijd ontkenden, is hij daar gewoon veel eerlijker in. Ja, omdat hij het namelijk helemaal geen probleem vindt. Wie straft hem? Nee, maar ja, dat... En eerst zo, de regering had... Moreel gezien? Hij vindt het helemaal geen... Nee, hij vindt het moreel helemaal geen probleem. Okay. Dus hij is daar gewoon redelijk eerlijk in. Je zag dan al die regeringen een beetje van... Nou, wij wisten van niks. Ja. Dus dan, oké. Dus dan heeft dat moraal... Dat maakt je af en toe een stuk immoreler af en toe. Een groter moreel bewustzijn maakt je af en toe... Leidt tot immoreel gedrag. Ik geloof best wel dat... Wanneer een overheid naar het publiek zo... Maar ik geloof best wel dat de overheden en ook wel Bot... dat die heus wel iets hebben gezegd tegen Condoleezza Rice. Van laten we dit nou niet doen. Dat geloof ik best. Alleen is natuurlijk... Op een gegeven moment moet je afwegen van wat je belangrijker vindt. En als echt mensen jarenlang gevangen gehouden worden... Ik heb ook met mensen gesproken die in Guantanamo Bay gevangen zijn gehouden. Want die zijn hier naar de hoorzitting geweest. Jarenlang gevangen, zonder bewijs. Dan moet je op een gegeven moment als partner zeggen van... wij zijn echt partners en dit kunnen we echt niet toestaan. En dan zou je ook moeten zeggen van... jongens, we gaan tot hier en niet verder. En als jullie wel verder blijven gaan... dan gaan wij ook niet samenwerken op een aantal terreinen. Want die verantwoordelijkheid nemen wij niet. Dus ik geloof best wel dat ook de Nederlandse regering kritiek heeft gehad... ook op Condoleezza Rice. Dat denk ik ook wel. Maar je moet ergens echt een streep trekken. En die doen ze niet. Die trekken ze niet. Nee. En dat heeft te maken omdat... Amerika de allergrootste is. De bondgenoot is. Bondgenoot is, die val je niet af. Ondanks dat dat tegen je eigen principes indruist. Ja, ik denk dat ze wel proberen het een beetje bij te sturen. Maar je valt het niet echt hard af. En ik denk dat het wel tijd is om dat wel te doen. Kun je voorstellen dat inderdaad de burger daar een beetje op afknapt? Ja, ik ook. Ja. Nee, ik zou je een voorbeeld geven, ook nog met de Tweede Kamer. Ook nog. Er is bijvoorbeeld een... over die passagiersgegevens. Overdragen van passagiersgegevens aan de Verenigde Staten. Dat is nu al. Ja, en dat gaat dus ook over je creditcardgegevens en van alles. Hè? Dus het gaat best wel ver. Over komt erbij dan. Ja, en zij laten dat weer aan heel veel andere instellingen zien. Dus nou, daar zijn veel vraagtekens bij te stellen. Dan is er een afspraak gemaakt eigenlijk over... dat ze het alleen mogen gebruiken voor als ze mensen van terrorisme verdenken. Nou, goed. Dan zit er een side letter bij... van de Amerikanen, die zeggen... maar we gebruiken het ook voor andere doelstellingen. Okay. Ja, die side letter hebben we in handen. Dus ik had aan mijn collega in de Tweede Kamer gevraagd... van misschien moeten we dit toch eens gaan bespreken in de Tweede Kamer. En dan wordt het besproken en dan eindigt het in niks. Terwijl ik denk, ja, dit, je hebt zo'n side letter in je handen. Dit is toch de tijd om tegen de regering te zeggen als Tweede Kamer... luister, tot hier en niet verder. Maar omdat dat besluit dan verder in Brussel genomen wordt door de regering... laat het allemaal gewoon een beetje gaan. Ik vind het ongelooflijk. Weet je, het is een beetje te ver weg. Want hun minister is één van de 27 mensen. Dus dan zegt de minister misschien... ja, ik vind het ook allemaal wel belangrijk. Dan gaat hij naar Brussel. Ja, en is voor de rest geen item meer in Den Haag. Dus wij hebben nu eigenlijk... De Hollandse burger heeft eigenlijk gewoon geen vertegenwoordiger. Volksvertegenwoordiging. Die moet in ieder geval veel beter gecontroleerd worden. Door wie? Nou, door de Tweede Kamer. Nee, dat bedoel ik. Zelfs de Tweede Kamer functioneert niet voor de burger. Weet je, een van de dingen die kunnen we niet controleren. Ja, want een van Alleen de dingen... jullie kunnen ons helpen.
Nou ja, nee. Dat doe je nu met die commissie. Dat doen we ook. Nou, daar hecht ik ook wel veel waarde aan dat we dat hebben gedaan. Want je kan aan de ene kant cynisch zeggen van... Goh, het houdt de CIA niet tegen. Dat heb ik ook veel mensen horen zeggen. Dan denk ik, nee, had ik ook niet gedacht. En natuurlijk heb ik niet het onderste helemaal de onderste steen ontdekt. Want het zijn geheime operaties. Dat weet ik ook, dat ik niet alles kan ontdekken. Maar het heeft wel de druk op de ketel gehouden. En om de debatten ook in een aantal nationale landen door te voeren. En dat vind ik ook belangrijk.